Yes guys, en welkom weer bij een gloednieuwe video. En in deze video ga ik het hebben: hoe word je een persoon met een hoge frequentie en hoe kan je je dag domineren zodat je het meeste uit jezelf kan halen, privé en zakelijk. Oké? Okay? Je hebt schaarste en je hebt overvloed in het leven. En je hebt twee soorten mindsets daarbij. Schaarste is een lage vibratie denken over dingen die je niet hebt. En overvloed denken, abundance mindset, is geloven dat je alles al hebt. Stel je voor als je zou weten dat je in één maand 1 miljoen euro winst zou gaan verdienen. Hoe zouden je emoties en je gedrag veranderen? Dit is hoe een abundance mindset denkt. Je denkt al dat je het gaat krijgen, die 1 miljoen. Het is alleen nog niet gebeurd, maar je doet alsof het al zo is. Alle tegenslagen zijn verklapte tegenslagen. Dus alle tegenslagen zijn dus een stap dichterbij succes. En zo moet je het ook echt zien. In die tegenslagen zit succes. Gods plan is veel groter dan die van jou. Stop met het bekijken van het onverwachte als het negatieve. Geniet van het goede en geniet ook van het slechte. Je bent één stap verwijderd van een compleet nieuw perspectief en een compleet nieuw leven. Op een dag zou je super dankbaar zijn dat het leven niet als gepland is. Want je plan is fucking saai. Je wil je problemen nuttig gaan maken. Wat kan je leren van de problemen die je krijgt? En hoe kan je jezelf daarop verbeteren? Hoe reageert de meerderheid op informatie? Negatief denken is een gewoonte van de gemiddelde mens. Volgens mij hebben we 60.000 negatieve gedachten op een dag en 80.000 in totaal. En de echte abundant mindset persoon neemt les uit deze tegenslagen en geniet uiteindelijk van het positieve. Net zolang tot in hun leven uiteindelijk gelukkig is. Oké? Okay? Spreek je ontevredenheid niet uit. Negeer slecht nieuws, vier goed nieuws. Dit brengt je in een super positieve staat. En dit kan je ook op een pad naar een nieuw leven brengen. Een positieve houding leidt altijd tot succes en tot creatie van positieve dingen. Oké, okay. Hoe je jezelf elke ochtend kunt klaarstomen. Zorg ervoor dat je dankbaar bent voor een nieuwe dag. Train elke dag en zorg dat die na dankbaarheid, na trainen, na een ochtendroutine, als je die eventueel doet, dat je die volgt met actie. En helderheid in je mind komt altijd na actie en niet voordat je die actie hebt. Gebruik positieve informatie die je spreadt. Kijk ook alleen naar positieve informatie. En voel alsof je de gelukkigste man op aarde hebt. Je hebt onderdak, je hebt eten. Problemen zijn helemaal niet zo groot als jij denkt dat ze zijn. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken naar deze korte video. Ik hoop dat je hier superveel waarde aan hebt gehad. Like en abonneer voor meer. En ik zie je weer in de volgende video. Ciao, ciao.